Lieve moeder, lieve mensen van de magistraat. Het is hier in Limburg heel zonnig weer, de zon die schijnt. Of dat in Rotterdam zo is, dat weet ik niet. Maar voor de zekerheid blijf ik maar hier en ga ik vanaf hier piano spelen. Ik begin altijd heel graag met een stukje van Bach. Dat is omdat ik die muziek zo mooi vind, maar ook omdat die muziek zo bijzonder is. Ik heb ergens in 1987 een heel mooi boek gekocht, wat wel meer mensen in de wereld kochten. Dat heette Gödel, Escher, Bach. Gödel, Escher, Bach. Bach, ja, die kent iedereen. Escher, die kennen natuurlijk de meeste mensen ook wel. Dat is die man die zo prachtig kon tekenen, maar die dan tekeningen maakte die niet helemaal logisch in elkaar zaten. Met trappen die op een of andere manier op zichzelf uitkomen. Of andere rare tekeningen, Escher. En Gödel, dat is een naam, ja, die kent bijna niemand, behalve wiskundigen. En die Gödel, die heeft dezelfde bijzondere dingen gedaan in de wiskunde die Escher deed met zijn tekeningen. En die Bach doet in zijn muziek. Dus hele bijzondere verbindingen. Dit boek gaat erover. En dat hele boek is geschreven op de manier zoals Alice in Wonderland. Nou, toen ik het kocht ben ik erin begonnen. Maar ik heb het nooit uitgekregen. Ergens halverwege moest ik mijn best gaan doen om mijn studie af te ronden. Nou, die studie afronden is gelukt. Dat boek uitlezen is toen niet gelukt. Nog eens 10 jaar later ben ik er nog een keer aan begonnen. Weer mijn best gedaan. En weer ergens halverwege gestrand. En 3 jaar geleden ben ik er nog een keer aan begonnen. Ik heb het weer niet uitgekregen. Het is een prachtig boek. Ik vind het vooral zo mooi omdat het eindigt op Bach. En omdat het een beetje in Alice in Wonderland stijl is geschreven. In dat boek, daar wordt de muziek van Bach ook gebruikt. En onder andere die tweestemmige inventies, die eenvoudige stukjes. Die stukjes uit de Preludien und Fugetten für Anfänger van Bach. Nou, ik probeer er weer eentje van Bach. Van Escher de weg kwijt kunt raken, dat weet iedereen. Dat in dat boek Alice in Wonderland, in ieder geval Alice, de weg kwijtraakt, dat weet ook iedereen. Dat je de muziek van Bach de weg makkelijk kunt kwijtraken, dat heb ik net bewezen. Want zo makkelijk zijn die stukjes niet. En een verkeerde noot is snel gespeeld. Wie ook heel veel van Bach hield, dat was Mozart. Als kleine jongen moest hij van zijn strenge vader natuurlijk ook Bach spelen. En die is daar wel door beïnvloed, maar Mozart die is natuurlijk heel ander soort muziek gaan schrijven. Veel, ook weer dromeriger en romantischer. Dit is in ieder geval het eerste stukje van een rondo van Mozart. Heel dromerig. Thank you.
Ik vind dat een heerlijk stuk altijd om te spelen. Het gaat nog verder, maar dat is een stuk moeilijker. Dus ik stop meestal hier. Dan heb ik het plezier gehad van het eerste dromerige stukje. En dan sla ik de rest even over. Dat boek Gödel, Escher, Bach. Dat houdt mij toch wel erg bezig. Ik heb ook echt het gevoel van, ik moet het een keer uitlezen. Ik moet het gewoon een keer uitlezen, een keer doorzetten. Nu ik dit heb gezegd, denk ik, ik ga er gewoon vanmiddag aan beginnen. Vanmiddag begin ik eraan en dan hoop ik dat ik het over een maand of twee uit heb. Ik eindig weer met een stukje van Bach, een fuga uit het boekje Kleine Preludien und Vergessen für Anfänger. En dat is een fuga in C. Ook weer zo'n fuga, ook weer zo'n stuk met een eerste stem die iets zegt en een tweede stem die reageert en een derde die reageert. En het leuke van dit stuk, het leuke van het thema van dit stuk is, het doet een beetje denken aan een trap. Een trap die op een trap die je naar beneden loopt. Eigenlijk een beetje half, misschien wel dansend of springend naar beneden loopt. En daarna komt diezelfde trap op een andere hoogte, een kwint lager weer terug. En daarna in de derde stem nog een keer. En dan heb je al een beetje dat beeld van die tekeningen van Escher. Waar je ook vreemde trappen hebt die in elkaar grijpen. En dit zijn dus muzikale trappen van Bach. Van het einde van de reis gevonden. Ik heb de spiegel weer teruggevonden. De spiegel van Alice in Wonderland. Onze muzikale hond Misha, die Golden Retriever, die heeft mee zitten luisteren. Die houdt zoveel van Bach en Mozart en ook van hondenkoekjes. Misha, koekje. Misha, koekje. Koekje, koekje. Misha, koekje. Ze houdt zoveel van muziek dat ze een beetje in trance was geraakt. Maar hier komt ze dan. Ja. Goed. Tot morgen. Groetjes uit zonnig Limburg.